Ja, heel hartelijk welkom bij de tweede aflevering alweer van de Win Factory podcast. De podcast van Hogeschool Windesheim, waarin de oud-studenten, de alumni, een stem en een gezicht krijgen. Wat hebben ze geleerd en meegemaakt tijdens hun studietijd? Waar ligt hun passie? En hoe is het hen vergaan na het behalen van het HBO-diploma? Vandaag ontmoeten we Erik van den Ham, oud-student van de KALO, nu ondernemer, bestuurder, opleider, trainer, adviseur en ook officier bij de mariniers, de korps mariniers. Erik, een sportman, een sportbeest. Ik moet me beperken tot een paar van de wapenfeiten, maar je bent onder andere meervoudig nationaal en militair kampioen survival run. Erik, stilzitten. Kun je dat een beetje? Nee, voor mij kan ik dat prima doen als ik in een urnkist of whatever, in een eco-kistje lig of wat dan ook. En tot die tijd wil ik gewoon de tijd zo zin mogelijk actief besteden. Ja. Een dagje niet geleefd is een dagje... Nou, ik heb ook al een beetje geleerd dat het ook juist ook zinnig is. Maar ook wel om ook je rust te nemen als je rusten kan, zeg maar. Maar ik moet dat wel organiseren voor mezelf. Anders dan, dan blijf ik wel een beetje bezig. Want speelt sport een grote rol in je leven? Ja, sport is heeft me altijd al geïntegreerd. Zowel in doen als kijken, maar ook als middel. Om gewoon mensen in beweging of bedrijven in beweging te krijgen en te houden. En vanuit beweging ontstaan de mooiste dingen. Want waarom wil je zo graag de maatschappij in beweging brengen? Omdat ik dan denk dat we daarvan beter worden. En daarvan van dat lontjes korter worden of mensen meer samenwerken. Of dat het leuker wordt. En daarmee levert het weer een kleine bijdrage om de wereld beter te maken. Mariniers, ik heb de afgelopen weken met heel veel plezier Kamp van Koningsbrugge bekeken. En ik zat een beetje te kijken naar jouw profiel en jouw ervaring. En ik denk, Erik is gewoon Ray. Klopt dat? Of? Ik kan me voorstellen dat je daar zo naar kijkt. Hebben ze hartstikke leuk in beeld gebracht. Geef je echt wel een beetje een inkijk achter de schermen. Hey, hoe zou dit nou voor een jaar of meerdere jaren kunnen zijn? Terwijl als je even boos maakt, zijn die 8 dagen zo voorbij natuurlijk. Maar ik vind wel, wat ik het leukste vond, is dat die Ray, en ik ken ook toevallig wat andere mensen die daar mee hebben gewerkt, dat de manier waarop ze de mensen benaderden niet meer afgestomd was zoals die misschien 30 jaar geleden was. Dus dat het zich daar dus wel ook wel ruimte is voor ontwikkeling. Dat sprak me nog het meest aan. En als tip kan ik je meegeven, als je dan echt een beetje meer insight, informatie wil, kijk dan Videoland serie van Marshoff. Dat geeft net eventjes hoe ziet Korps Mariniers eruit en ook met de speciale eenheden daarbinnen en zo. Nou, dat is eigenlijk dan het werk wat je gewoon meerdere jaren gaat doen. In plaats van alleen maar eventjes richting een start van een opleiding. Ja, dat is een goede tip. Want Kamp van Koningsbrugge is natuurlijk ook net afgelopen. Zeker. Maar hoe ben jij daar terecht gekomen? Nou, ik wilde ooit sportofficier worden binnen Defensie. Geen idee waar ik het over had. Dus en daar had ik ALO voor nodig. Toen dacht ik, nou, dan moet ik maar ALO gaan doen. Nou, dan kon ik kiezen uit Tilburg, Amsterdam of Zwolle. En toen kreeg ik best wel achteraf gezien een goede tip van toen mijn sportdocent. En zei van, nou, ga dan maar naar Zwolle, net verhuisd vanuit Arnhem, zeg maar. Toen ben ik dat maar gaan doen. En achteraf gezien eigenlijk wel blij mee. Want ik was heel erg sportgericht. En deze ALO stond toen nog bekend om hoge mate van creativiteit, anders denken en wat dan ook, en ruimer denken. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Misschien zijn ze inmiddels een beetje ingehaald door de andere hogescholen. Dus KALO, wordt wakker en ga ze over in actie, maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat vond ik wel leuk om bij zo'n club te horen, zeg maar. Van, hey, we nemen dus niet alles maar aan omdat we de dingen doen zoals we het altijd al deden. Nee, maar hoe kan het ook anders? Hoe kan het ook beter? Hoe kan het ook wat? Dus dat vond ik wel fijn. En ik was als sportief denker wel ook wel een beetje beperkt in mijn denken. En dat heeft mij wel ruimer laten denken over sport en beweegaanbod. Ook voor andere mensen, zeg maar. En niet alleen maar in de sportcel. Dus dat heb ik wel te danken aan de KALO. Erik, in 1994 ben je afgestudeerd hier aan de KALO op Windesheim. Ja. Kun je ons eens meenemen naar jou als student hier op onze hogeschool? Ja, nou, ik kwam in een slapend Hansenstadje terecht, waar ik alleen maar voorbij reed als ik naar de TT of Superbikes ging, ja, in Assen. Waarom kies je in vredesnaam voor Zwolle? Waarom ja, Zwolle, niet voor Amsterdam, ja, of zo? Wist ik ook niet, omdat er toevallig die ALO daar zat. Ja, nou ja, dus, nou, toen merkte ik al wel, hey, dit is niet een stilstaand stadje. En beetje bij beetje werd het steeds leuker. En wacht even, dat is eigenlijk wel, ook wel, het is ook best wel, nou, semi-centraal gelegen.
Dus dat helpt. En ik had ook wel na de studie eigenlijk maatjes vanuit de studie ook, vanuit dispuut vooral, die ook een beetje bleven plakken. En dan bleven we ook wel plakken, maar die waren ook in heel Nederland werkzaam. Maar die vonden toch wel Zwolle best wel alle luxe van de stad, maar niet de immense grootte van een Amsterdam of wat dan ook. Nou, en toen ben ik hier kennis gemaakt met het studentenleven. Ik wilde geen scholier zijn. Nou, toen met de studentenvereniging Stuvelo zelf een dispuut opgericht. Want wij dachten ook dat het in vergelijking met andere disputen, dat het anders kon en beter kon en wat dan ook. Bestaat nog steeds, dat dispuut, en is helemaal mooi. Ja, grappig, die drive naar vernieuwing en creativiteit. Ik heb ook even op je LinkedIn gekeken. Zo word jij ook onderschreven als iemand die initiatiefrijk is, creatief is. Ja, wat is dat bij jou? Waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Ik kan ook wel voorstellen dat sommige mensen er onrustig van worden. Van hey, ik heb ook wel moeten leren van hey, het is ook wel de balans zien te vinden tussen vernieuwen, consolideren, vernieuwen en consolideren. Terwijl er ook wel de suggestie wekt van kunnen we ook nog eens keer genieten en wat we hebben bereikt dan, zeg maar, mogen we ook nog eventjes op adem komen. Dat heb ik wel een beetje moeten leren. Ja, okay. Maar aan de andere kant, ja, waarom als iets nu anders kan en daarmee kost het minder geld of minder tijd, van ja, waarom zouden we het niet doen? Ik weet niet, ik heb geen idee eigenlijk. Wat voor student was je toen je hier die paar jaartjes rondliep in Zwolle? Een hele rustige. Wij wilden wel bijdragen. En soms waren we wel eens tot last als dispuut, zeg maar. Omdat we hadden nog geen naamsbekendheid. Dus ja, we moesten ook wel wat van onszelf laten horen. En dat ging dan niet altijd even subtiel. Ik zat ook nog in een levensfase, verlengde puberteit noem het of zo, of wat dan ook. Dat je denkt, nou, achteraf gezien had ook wel anders gekund. Maar het was wel heel levendig, we maakten er feest van. Hard ontspannen was wel zo. En, maar dan ook niet lopen zeuren dat je de volgende ochtend op de judomat ligt en met je houten kop op die mat wordt gegooid. Ja, dan moet je dan ook gewoon poetsen. Dus je bent er ook wel een beetje hard door geworden hier? Nou, ik dacht dat ik een redelijk sportachtergrond had met 5 keer in de week turnen, 3 keer in de week voetballen en wat dan ook. Maar toen uit die droom werd ik snel wakker toen ik naar de korps ging, hoor. Ja, dat viel tegen. Hier op Windesheim viel dat tegen? Ja. In vergelijking met korps. In vergelijking, ja. Precies, ja. Ja, want toen ben je hier afgestudeerd. Wat ben je toen gaan doen als eerst? Toen ben ik nog eventjes dienstplichtig sportinstructeur geweest bij Land- en Luchtmacht. Voor mij was dat meer één omdat het nog moest. En voor mij een mooie toets, past dat militaire beroep eigenlijk wel echt bij mij. Toen kreeg ik eigenlijk het advies, nou, dat militaire beroep is eigenlijk helemaal niks voor jou, Erik. Daar ben je veel te recalcitrant voor. En dat is wel leuk als je dan die mensen 5, 6 jaar later tegenkomt. En je hebt dan je officiersuniform aan. En wat is dit nou? Maar het komt wel een beetje voor dat binnen mariniers zitten, binnen Defensie, wel meer recalcitrante, bevlogen mensen. Ja, en dan, die moeten ergens een plek hebben. Nou, daar heb je dan korps voor. Zoiets, denk ik. En toen ben ik eigenlijk, toen dacht ik, ga ik doen. Toen ben ik gewoon gaan solliciteren. En toen was ik nooit gedacht. We gingen met z'n, 500 solliciteren. En er waren 2 opleidingsplekken op de KIM. Dus het laatste wat ik dacht, dat zal ik wel worden. De KIM is de Het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ja, zeg maar de officiersopleiding. Dan heb je, zeg maar, voor een deel voor de marine in Den Helder zitten en voor landluchtmacht in Breda, Kama. En dan heb je 1 deel van 9 maanden in Rotterdam, de praktische opleiding tot officier van de mariniers. Nou, daar is eigenlijk je mooiste periode. En dan ga je echt een beetje proeven van hoe is het nou om verschillende situaties ook andere manieren van leidinggeven toe te passen. En niet vast te zitten in 1 manier. Want je bent ook wel verantwoordelijk voor straks, 30, 50, 80 man. Ja, daar moet je wel gewoon goed voor zorgen. Ja, want hoe was die tijd voor jou daar? Nou, je wordt als jonge luitenant word je in het diepe gegooid en dan kan je ook een beetje pech hebben of geluk. Nou, en ik had dan best wel gelijk, lange wintertraining in Noorwegen, schietraining in Wiel. Is dat dan geluk of is dat pech? Geluk. Ja, want je gaat ook wel een beetje voor het avontuur. Ja. En als je dat met elkaar mag doen, is dat wel mooi. Nou, en dan naar Bosnië. Is in Irak voor wat langere tijd en ook achteraf je dingen mogen doen met middelen, met internationale partners en wat dan ook. Dat zijn best wel heel veel dingen die doe je misschien anders nooit in je leven.
Dus maar op dat moment vind je dat helemaal niet bijzonder, want je doet gewoon je werk. En ja, en dan probeer je het beste van te maken met de middelen die je hebt. Ja, ik ben je niet altijd van bewust van, die bewustzijn is mij wel gegroeid, dat ik zeg maar ben weggegaan. Dan krijg je... Dan neem je een beetje afstand en vanuit die helikopter dan ga je daarnaar kijken en denk je, oh wow, ja. Als je ergens middenin zit, ja, dan ben je misschien toch wel druk met de waan van de dag. Ja, ja, 2003, toen ben je naar Irak gegaan voor 6 maanden. Ja. Dat is alweer een tijdje geleden, maar wat herinner je daar nog van? Nou, eigenlijk wel heel veel. Ja. Sowieso dat je daar gewoon hartstikke goed voorbereid heen gaat. Mm-hmm. En dan nog word je verrast, dus ja, je moet maar gewoon zelf zorgen dat je adaptief bent. Dat je wendbaar genoeg bent. En daar eigenlijk met heel veel waarde kunnen toevoegen dat mensen zich veilig voelden. Dat heel veel vrouwen en kinderen je letterlijk persoonlijk kwamen bedanken. Van hé, ik durf nu eindelijk weer, ik mag en durf de straat erop zonder achterom te kijken dat ik niet opgepakt word. En niemand van mijn familie weet dan meer wat mij ooit met mij zal gebeuren. Dus daar kan je de mate van veiligheid voor de mensen, heb je aan bij kunnen dragen. Heel veel rottigheid kan je daar in de kiem smoren. Omdat je daar mensen, zeg maar, uit het theater haalt die, nou weet ik veel, mindere bedoelingen hebben op de wereld. En daardoor blijft het onder andere veilig in Nederland. En daar probeer je dan, daar te plekken met de middelen die je hebt, probeer je daar dan, in de 6 maanden eigenlijk, dat, als een flits gaat dat voorbij. Maar je ziet en je hoort wel dingen waarvan je denkt, ja, dat is dat mensen soms zo barbaars kunnen denken en ook nog gewoon zelf doen. Ja, hoe verzin je dat, joh? Ja, die hebben gewoon geen kritiek meer geduld, want anders dan kan dat niet zo erg worden. Want anders heeft er heus wel een keer iemand gezegd van, hey, is het dan wel oké wat wij doen of wat dan ook? Ja, en als je dat niet van geduld, ofwel dan, of je wordt in de hoek gedrukt, of je wordt neergeschoten, dan hou je mond wel. En dan krijgen die gekke gedachten steeds meer de ruimte en dan kan het alle kanten op gaan. Je bent nu ook vader van 2 dochters, gaf je net aan. Een zoon en een dochter. Een zoon en een dochter. Zij hebben dat allemaal niet meegemaakt. Ze hebben wel een vader die dat heeft meegemaakt en die daar misschien mooi over kan vertellen. En veel ervaring in zijn rugzak heeft zitten. Van hoe ben je vader van kinderen die dat niet hebben gezien, niet hebben meegemaakt en misschien hier opgroeien. En dat jij soms van een afstandje denkt van, nou jongens en meiden. Je zou eens moeten hebben gezien wat ik heb gezien, wat mijn ogen hebben gezien, of meegemaakt wat ik heb meegemaakt, dan zou je wel anders piepen. Ja, ja, nou, aan de ene kant, ik ben me hartstikke bewust van, en iedereen zit uiteindelijk toch in zijn eigen bubbel, en je moet maar geluk hebben waar je geboren bent op deze wereld. En dan zit je of in de bodem van de wereld, of zoals wij hier in de elite van de wereld. En dan is het gewoon ontzettend vervelend als je batterij van je iPhone snel leeg is. Vreselijk. Ja, dat is echt vreselijk. En dat kan wel op dat moment jouw grootste probleem in de wereld zijn. En dat je dan niet stilstaat bij, hey, er zijn ook nog mensen die niet eens weten, heb ik vandaag nog wel iets te eten? Ja, en ik moet er wel van, heb ik een beetje afgeleerd van, je moest eens weten dit of je moest weten dat. Maar enigszins, nuanceer nou eens even, is het probleem nou echt zo groot als dit of wat dan ook? En dan moet ik niet aankomen, mensen die geen eten hebben in Afrika of wat dan ook. Nou, dat moet ik een beetje afleren. Doseren. Maar met ze op reis gaan, ze dingen gewoon zelf laten ervaren en proeven. Ze dan toch maar in aanraking laten komen, stukken van of dat gesprek. Of ze zien iets op een iPad of televisie of wat dan ook. En dat daar het gesprek over gaan. Ik zou het mooi vinden als ik ze misschien kan verleiden om dingen te doen, of is het voor Artsen zonder Grenzen, of via school voor artsen, of weet ik veel, op die manier, dat ze daardoor denken van, dat ze daardoor af en toe wel kunnen reflecteren op van, hoe goed hebben wij het hier eigenlijk? Precies, ja. Je bent ook ondernemer. En dat ondernemende, dat ademt ook helemaal vanuit de ervaringen die je hebt mogen opdoen. Je hebt ook onlangs of de laatste paar jaar iets opgezet, wat groot op je borst staat, hè? Mopsicle. Ja. Wat is Mopsicle, je kindje? Mopsicle, ja, voor het beter als kindje kunnen benoemen, ja. Ik werd op een gegeven moment, heb ik bij in het onderwijs gewerkt, bij Landstede. En daar was ik op een gegeven moment ook met ondernemen bezig, maar dan liep ik daar met mijn jasje en mijn stropdas te luisteren en ik deed net alsof ik er heel veel van wist. En dat is altijd makkelijker in loondienst. Veiligheid als dat je die ondernemer bent en gewoon iedere maand moet knokken dat je die inkomsten krijgt.
Maar ik had ook, maar er was wel altijd met die ondernemers het gesprek van hoe kan iets wel? Altijd, heb je al eens gedacht om het hier van te maken? Heb je niet al gedacht, bel die eens of zo? Ik was niet altijd gewend dat mensen in loding, zeg maar, die kunnen ook wel een beetje verzanden in, kijk, mijn probleem nou is het grootste probleem van de wereld zijn. Dat ik denk van, waar heb je nou over joh? Het is niet eens een probleem, maar goed, dat te zijn. En met ondernemers heb je dat vaak niet. Alleen ik had zelf geen ondernemend idee. En toen denk ik, maar daardoor ging ik wel wat meer zo denken en doen. En toen dacht ik in één keer van, en toen had ik misschien ook wel het lef van, hey, de sport, survival run, obstacle racing, of hoe je dat noemt, hartstikke veelzijdig. En door het speelse karakter ook nog meestal voor iedereen leuk om te doen. Die kan zich alleen maar verder professionaliseren als daar handigere, veiligere, modulaire, hoe je het ook noemt, producten voor zijn en diensten. Want anders gaat het op een gegeven moment zich niet doorontwikkelen. En toen dacht ik, nou, dan moeten er gewoon modulaire, misschien zelfs wel mobiele obstacle constructies voor zijn. Je ziet daar. Nou, en die heb ik samengevoegd in één woord, mobstacle, back dat een beetje. Ja, nou, dat back redelijk. En toen zijn we daar maar mee aan de slag gegaan, ondersteund met studenten van Winnersheim. Er werd getipt, hey, kan je niet even samenwerken met dat deel van Winnersheim of dat deel. Nou, toen ben ik op afdelingen terechtgekomen van Winnersheim. Dat ik dacht, nou, één, ik wist dat ze bestonden, maar het verschil, het overlap, ik had geen idee. Met name de technische kant. Ja, dat was een hele mooie reis geweest om met de techneuten op pad te gaan. En dan het verschil tussen werktuigbouwkundigen en industrieel productontwerpers. En dan wordt het toch bevestigd dat het mooie dingen gebeuren op de snijvlakken tussen die twee. En niet in de ene zuil of de andere zuil. Waarvan die zuilen dat ook nog niet altijd even van zichzelf bewust van zijn. Nou, en dan moet je gewoon met ingenieurs meedenken en wat dan ook. Nou, ze kunnen nog steeds heel erg veel voor de gek houden op technisch gebied. Maar dan een klein stukje minder. Nou, en dan ga je gewoon producten ontwikkelen. Daar heb ik nooit mee aan de hand gehad. Kijk, en die diensten, en daar kan ik ook van waarde zijn. Ik vond 11 jaar geleden al dat in de sport specifieke survival run trainersopleidingen plaats moesten vinden. Alleen toen was er maar een hele kleine behoefte. En wij kwamen met een gigantische oplossing. Nou, voor die tijd, nou, geen balans. Nou, dat hebben we, inmiddels was die behoefte er wel. Nou, toen hebben wij verschillende opleidingen en nog steeds aan het ontwikkelen. Doseren we, examineren we. Ja, en daarmee gaat gewoon de gemiddelde kwaliteitsnorm in die sport omhoog. Nou, en dat bij elkaar, zeg maar, zijn allemaal bijdragen waardoor die sport gewoon veel meer kans heeft dat die ontwikkeling die erin zit, 18% per jaar groei, en dat die zich nog gewoon 10, 15 jaar door blijft groeien als nog steeds een relatief kleine markt. Zodat daar misschien op termijn ook gewoon een fatsoenlijke boterham uit te verdienen valt. Ja. Wat ik mooi vind aan je, Erik, is dat je bent in mijn beleving altijd bezig met ontwikkeling van mensen. Of dat nou is bij de mariniers waar je officier mag zijn. Of je bent met je mobstacle bezig, maar dan trek je daar ook je student van Winnersheim, betrek je daarbij. In dit geval kom je hierheen naar het interview toe en zeg je, mag ik 2 afstudeerders van IPO meenemen? En wat is de belangrijkste les die je deze jongens mee wil geven? Zo van, wanneer is hun stage of hun afstudeerproject bij jou geslaagd in het kader van hun ontwikkeling? Nou, dat is wel subjectief hoor. Dat ze in ieder geval een significante ontwikkeling ten opzichte van zichzelf die ze waren hebben door kunnen maken. En dat moest zich dan uitmonden in of vernieuwende inzichten of concepten met betrekking tot obstacle producten of diensten of wat dan, maar in dit geval producten. Hè. Waar eigenlijk die student eigenlijk met trots kan zeggen, dat zit in mijn portfolio, daar staat mijn naam op. Ja. En nu de mobstacle trailer, een van de 2 producten naar een multifunctionele muur, kan je in allerlei standen zetten, is eigenlijk een uitkomst, want de mobstacle was eerst met een idee met losse constructies en wat dan ook. En er bleef toen in een minor van IPO, bleef er een Deense student vasthouden aan zijn idee. En ik ben langs bedrijven gegaan. Hey, kan je mij helpen? Ik wil niet gelijk een hele productiestraat. Kan je dit bouwen? Wil je dit bouwen? Nou, toen kwam ik op een gegeven moment uiteindelijk bij Naya terecht. En een van die laatste, die zagen de bestaande constructie en ideeën, overzagen ze gewoon niet, konden ze gewoon niet. Want het laatste idee, op wielen, dan maar mobiel, nou, die zien we wel zitten. En toen moest ik in één keer onderzoeken en zo overboord gooien. En dan gaan we maar met die aanhangwagen, er moet daar een innovatief rek op. Nou, toen zijn we daar maar mee de markt op gegaan. Een beetje in het blauwe hinein.
Maar dan maar om een naamsbekendheid te creëren, een klein podiumpje. En hopelijk zometeen om, want ondertussen zijn we natuurlijk met productontwikkeling bezig, om dan eigenlijk misschien het volumemodel te kunnen presenteren. Dus bedrijfskundig klopt dat. Hmm. Alleen achteraf gezien. Ja, dat is helemaal niet heel gericht geweest. Dus je bent die Deense student wel dankbaar? Nou, wat heel leuk was, hij kon toen helaas niet bij de release van Mopsicle zijn. Oh. Dat deden we in het Omnisportcentrum. In, ja, precies. Daar zijn CrossFit Games in Omnisport in Apeldoorn. En, maar hij heeft wel zoiets van, ja, daar staat wel zijn, ja, zijn handtekening op. Dus dat is wel, dat mag ook. Het is nou vernoemd naar jou of zo, maar het is ook wel een leuk verhaal. Hij kan daar gewoon echt, als hij ergens aankomt met solliciteren of wat dan ook, kan hij, kijk eens, is op de markt. Nou, en dan, kijk, en dus echt als een iets op de markt komt voor een industrieel productontwerper, zeg maar, ja, dan heb je het ook echt afgemaakt. Ja. Maar dat lukt niet altijd. Want een product ontwerpen is één ding. Ja, en een goed product. En ja. Ik weet nu dat dat veel complexer is dan dat ik daar 4 jaar geleden over dacht. Ja. Hey, als jij nou voor onze luisteraars en onze kijkers ook, als jij nog een gouden tip hebt, van als je denkt aan gewoon al die studenten, het zijn er ongeveer meer dan 20.000 hier op Windesheim, die zijn allemaal onderweg naar dat papiertje, naar hun diploma, gaan vervolgens worden alumnus, gaan ergens in de praktijk werken. Wat zou jouw gouden tip zijn voor die student die nu keihard aan het bikkelen is met zijn studie? Erik van der Ham, dubbele punt. Aanhalingstekens openen. Ja, nou, wat heeft mij dat meer gebracht dan dat ik voordat ik studeerde? Waar ben ik hopelijk achtergekomen? Wat is, hoe leer ik? Hoe ontwikkel ik? Ja, en dan nog misschien iets van een tip die je mee kan geven over het creatieve. Het gewoon maar doen, wat jij voor mijn gevoel al je hele leven doet. Kun je daar de studenten nog iets over meegeven? Ja, misschien lijkt dat zo. Ja. Ik denk dat wel meevalt. Nou, als ik jouw LinkedIn open, dan zie ik dat jij... Social media, dat... Ja. Oh, dat is... Ja? Dat lijkt vaak mooier dan dat is. Ja. Maar ik heb genoeg twijfel. Neem nou nu met Mopsicle. Ja. Je besluit niet zomaar of je wel of niet iets een prototype laat maken. Nee. Want je moet wel één of het geld hebben. Mm-hmm. Of de lening aan willen gaan, durven gaan, wat dan ook. Ja, dat is niet iets waar je denkt, ah joh, bestel maar. Nee, maar dat bedoel ik. Dus je hebt het wel aangedurfd, uiteindelijk. Dat is een risico wat je dat neemt. Dat heb ik echt van het ondernemen geleerd. En binnen Landsteden had ik toen nog wel een zeer gewaardeerde collega. Die zei ook, hey, learning by doing. Doen is het nieuwe leren. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk ook wel passen bij applied sciences. Mm. Uiteindelijk gaat het de conversie naar toepassen in de praktijk. Ja. Ja. Daar ligt je meerwaarde. Mm-hmm. Dus hoe kan jij als student, hoe kan jij meerwaarde geven? Maakt niet uit. Waar je ook werkt, waar je ook bij een club vrijwilliger bent, thuis, in je gezin, maakt niet uit. Hoe kan je nou meer waarde toevoegen? Ik denk dat die heel belangrijk is. Want zolang iemand geen waarde meer toevoegt, ja, dan weet ik niet of je die nog toe doet. Nee, nou, ik denk dat het een hele mooie is om over na te denken, toch? Hey, ja. Geert, ja? Ben jij een beetje van, nee. van de Mopsicle? Nee. Ik wilde net aan jou vragen, ben jij een beetje sportief? Ik vind het wel leuk om heb je iets meegenomen? Of kunnen we met jou even een rondje doen? Of? Hey, we hebben heb altijd bij je. Nee, maar als je iets met de Mariniso meekrijgt, heb altijd het plan klaar, heb altijd spullen gereed, want je weet nooit. Dan ben je altijd klaar voor. Als je iets op, dan heb je minder kans dat je iets overkomt. En er overkomt je altijd wel wat. En het maakt trouwens helemaal niet uit, want Mopsicle kenmerkt zich juist dat wij garanderen beweegsucces. Dus hoe onsportief of sportief je ook bent, ook die hele sportieveling, die weten wij extra uit te dagen. Mm-hmm. Maar wel uitdaging op maat. Dus jij gaat net uit je comfortzone en jij gaat net uit je comfortzone. Kijk. Want daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. Dus, want onze obstakels die zijn aanpasbaar. Ja. Op lichaamslengte en op niveau. En omdat dat kan nog niet in de markt, maar met onze producten kan dat wel. Geweldig. Ja, hartstikke mooi. Nee. Dan, we gaan graag met je mee, Erik. Ja. Bedankt voor een buitengewoon... Ja, ik heb nog een laatste tip voor studenten. Kijk, ja, spreek ze toe, zou ik zeggen. Ja, dat is, je hoeft niet per se ondernemer te worden, maar wel dat je binnen waar je ook werkt of bent, vereniging of... Maar dat je in ieder geval, dat noemen we dan met een duur woord, intrapreneurship. Maar wel ondernemend gedrag.
Als dat zeg maar in de cultuur zit bij een organisatie of wat dan ook, dan zit je met elkaar wel in een modus, en dat is ook vaak leuker. Hoe kan iets wel, hoe kan iets anders? Of dan maak je toch van ieder moment toch een beetje een klein feestje. En er is er maar één die altijd de slingers ophangt, en dat ben je zelf. Maar met die grondhouding, zeg maar, over het algemeen genomen, of je moet echt in een treurwillig organisatie terechtkomen. Maar met de meeste organisaties wordt het gewaardeerd en heb je meer kans dat je vanuit jouw enthousiasme andere mensen meeneemt en wordt de sfeer beter. En als die onderstroom gaat aan gelden en dan ontstaan de mooiste dingen. Wauw. Kunnen we Mobstacon nog ergens vinden? Ik denk niet dat dat heel moeilijk is. Mobstacon.nl. Hartstikke, ja. Oké, hartstikke goed. Hey, dankjewel inderdaad. Actie. En de luisteraars en kijkers in ieder geval bedankt voor het luisteren. Heb je reacties, laat ze onder de video of op de LinkedIn. We zijn heel benieuwd wat je hiervan vond. En dan zijn we er binnenkort weer. Jij nog een afsluiting, Anne? Nee, dankjewel, Geert. Oké, dat was hem. Tot ziens.